als er één auto is waarmee je binnen mag rijden, dan is het de Opel Rocks E. En ik denk niet dat we hier vandaag een snelheidsbekeuring mee gaan halen. Hij gaat namelijk niet harder dan 45. Roxy, dat heeft dan helemaal niets te maken met de roemruchte discotheek uit de jaren 90 hier in Amsterdam. Hippe naam, Rox en de E-I voor elektrisch. Maar deze auto ga je zien hier in Amsterdam en ook in de andere grote steden in Nederland. Simpelweg omdat het daar druk is en vol. Ja, en dan zijn dit soort autootjes, brommobieletjes feitelijk, natuurlijk hartstikke populair op dat soort plekken. Die zijn populair onder de jeugd. Als ze een vader of moeder hebben die zo'n ding willen afrekenen. Ze zijn populair ook onder de wat oudere bewoners van de grote steden. Simpelweg omdat die vaak ietsje minder mobiel zijn. En dan zijn ze ook populair onder de dames die allemaal dezelfde kapper hebben en dezelfde bril dragen. En er graag mee van winkel naar winkel rijden. De brommobiel. Bij Opel vinden ze daar eigenlijk niet zo'n hele lekkere benaming. Maar deze auto is dus bedoeld voor mensen van 16 tot, nou, zeg eens, 116. Ja, aan het lusje trekken om de deur te openen. Als je nou aan die kant zit, dan zit daar geen lusje. Dan zit het lusje daar, achter. Dan ga ik jullie laten zien waarom dat is. Hij heeft twee deuren, op zich vrij logisch. Deze deur opent aan de voorkant, deze aan de achterkant. De enige reden is, die deuren zijn exact hetzelfde en dat is goedkoper om te produceren. Dat dan, bij normaal is een deur, lijkt hetzelfde, maar is die niet. Het slot zit namelijk aan de andere kant, dus het is duurder om te produceren. Kijk, deze, we kennen hem, hè, van de lelijke eend. Dus eigenlijk allemaal is het gemaakt, even het contact uit, blijft die piepen. Het is allemaal gemaakt om te dienen en vooral om heel voordelig te produceren. Want hoe goedkoper je het produceert, hoe goedkoper je het in de markt kunt zetten en hoe beter het verkoopt. En vergelijk je hem dan met de Biro, die je hier dus heel veel ziet, hè, in Amsterdam, die kost ongeveer twee keer zoveel. Twee keer zoveel als deze Rocks E. Dit is de achterkant, voor het geval je denkt, hey, leuk, staat hij weer aan de voorzijde. Dit is ook weer hetzelfde. Zoveel mogelijk componenten gelijk geproduceerd. Dat scheelt gewoon altijd in de kosten, wat ook scheelt in de kosten. Zo min mogelijk erop en aan. Achterklep kan bijvoorbeeld niet open. Heeft ook geen nut, want dan zit hij toch niet heel veel ruimte. Als je spulletjes mee wilt nemen, dan doe je dat op de plek van de passagiersstoel. Daar kan dus geen poppetje meer zitten. Of hierachter. Heel veel is het niet, maar het is wel voldoende. Dit is ook mooi. We hebben een draaicirkel van 7 meter. Dat is echt geweldig. Zo kort, zo wendbaar. Het vooruit-achteruit cluster zit hier links. Dat is elke keer kijken. Als hij hier had gezeten, in het midden van het dashboard, dan moet je er ook naar kijken. Maar daar ben je al in je blikveld. En doen we elke keer zo en dan knopje drukken. En zo zijn er meer dingen die, nou laten we het zeggen, wat eenvoudig zijn ontwikkeld.
En die eenvoudige ontwikkeling die heeft natuurlijk alles te maken met de tijd die ervoor genomen is. En hoe minder tijd, hoe sneller de productie, hoe meer er verdiend wordt, hoe minder de uitgaven. Bij de Stellantis groep, daar valt Opel natuurlijk onder. Zo ook Citroën. En Citroën, daar verkopen ze er ook eentje van. Jawel, de AMI. En dan komt die. Welk land is nou dé producent van kleine autootjes? Inderdaad, Italië. De uitvinder ervan zo'n beetje. Maar in Italië heb je Fiat. En Fiat hoort ook bij die Stellantis groep. En dus komt er ook een Fiat. Een elektrische Fiat. Deze auto specifiek bedoeld dan voor Italië. Zoals de Citroën specifiek bedoeld is voor Frankrijk. Zoals deze Opel dan weer voor Nederland is. Dus de Stellantis groep is niet van plan om dit autootje met de verschillende labels in hetzelfde land te verkopen. Elk land krijgt zijn eigen versie. We waren gebleven bij de minpuntjes. Hij heeft meer minpuntjes. Als je de deur opent, vooral het rechte portier, dan klapt hij net zo hard weer terug. Dus je moet je vasthouden. Ja, dat is dan nou eenmaal zo. Dat is op zich niet zo'n ramp hoor. De richtingen wijzen, linksaf. Vervolgens ga je linksaf. Dat moet dan ook, hè, als je hem gebruikt. Nou dan, 3 minuten later doet hij het nog. Hij gaat niet vanzelf terug. Hebben we airco? Nee, we hebben geen airco. En mensen gebruiken hun smartphone bijna altijd tegenwoordig als muziekinstrumenten. Daarmee heb je appjes in Spotify en weet ik van wat. Nou, hoe makkelijk was het geweest als hier een speaker in had gezeten en dat je je smartphone gewoon even connect met die luidspreker en dan vervolgens kun je je muziek afspelen. Zoals Renault dat dus ook heeft gedaan met de Twizy. Die Twizy, inderdaad, een beetje concurrent van deze auto, is er al een hele tijd. Het is een luchtig ding, daar waait de wind doorheen. Niet zo fijn. Dit is veel meer auto. Veel meer auto. Maar dan kom ik meteen bij nog iets. Je hebt best behoorlijk de ruimte. Echt gewoon veel hoofdruimte. Dat voorraam dat zit ver weg. Dat heeft ook weer een consequentie. Daardoor kan er geen binnenspiegel op. Want die zou dan eigenlijk, omdat je wat verder van dat voorraam af zit, vrij prominent zijn. Bovendien is de afstand dan niet helemaal goed. Dan zou je zeggen, nou dan doe je hem hier. Hè? Die binnenspiegel gaat ook niet, zit hij in het midden. Dus we hebben gewoon geen binnenspiegel. We hebben wel buitenspiegels. Die zijn vrij compact, vrij klein. Maar ondanks het feit dat hij dus behoorlijk ruim is, zie je niet zo heel veel rondom je heen. Je moet eigenlijk steeds een beetje bukken zo. Dus als mensen je langs zien komen, dan denken ze, hé, wat zit die gast te loeren? Bukken, kijken. Oh ja, dat kan het wel. Dat is jammer. Dus je zou eigenlijk wat lager moeten kunnen zitten. Wat dan weer niet kan, want hieronder zit de 5,5 kWh accu. En die kan nou eenmaal niet kleiner. Hij is al vrij klein. Die laad je aan een gewoon 220 snoer, waar je zeg maar ook je elektrische grasmaaier mee uitlaat. Dan laad je hem in 4 uur. Dan hang je hem aan een officieel laadpunt. Dat is minder dan 2 kilowatt laad je dan. Dus dat is op zich niet zo heel veel. Maar ja, aan de andere kant, je hebt ook een heel klein accu'tje. Dan gaat het natuurlijk een stuk sneller. Je komt in de praktijk een kilometertje of 70 ver. En wij zijn nu al een hele poos aan het rijden. En eigenlijk loopt de actieradius op dezelfde manier af als dat de afstand toeneemt. Kortom, hij doet wat hij zegt qua afstand, qua rijkwijde. Snel is hij niet. Ik heb echt volle gas. En uiteindelijk kom je dan tot de 45 km per uur. Maar goed, daar is hij ook voor bedoeld. Dat was de bedoeling. Binnen de bebouwde kom. Een guitig karretje. Ik denk dat het in Amsterdam toch wel een redelijk succes zou kunnen worden. Ook in andere steden natuurlijk in Nederland. Want je ziet het al, hè, dat soort autootjes die zijn al hartstikke populair. Het enige ook wel weer wat niet helemaal voor een pleit is zijn de stoelen. Die kun je eigenlijk geen stoel noemen. Maar goed, een bureau zit ook niet heel best. En een kant eigenlijk ook niet. Het geldt eigenlijk voor al dat soort dingetjes. Hè, want er is gewoon geen ruimte voor een volwaardige stoel. En een ander puntje is, doordat hij zo'n 2,5 meter lang is, heb je relatief veel binnenruimte binnenin. Maar kun je hem eigenlijk niet overdwars in een parkeervak zetten. En dat kan dus weer met die andere brommobieltjes wat beter, zonder dat anderen hinder van je hebben. Zonder trouwens dat je in overtreding bent. Nog wat, hier in Amsterdam, en dat is best een aardige, moet je natuurlijk strijden om je parkeervergunning. Dat valt niet helemaal mee, bovendien is die kostbaar. Nou hebben ze iets bedacht specifiek voor deze auto's. Dan koop je een vergunning. Dan mag je het hele jaar gratis parkeren. Zowel op plekken die hiervoor bestemd zijn, als ook gewoon op de normale parkeerplaatsen. En die vergunning die kost volgens mij €250 per half jaar. Snel zijn, want ze zijn niet ongelimiteerd verkrijgbaar. Maar ik denk dat dat werkt. Ik denk dat dat werkt.
Het is dan wel weer anders. We hebben hier een soort haak. Daar kun je dan een tas aan hangen. Of de witte zak met de Babi Pangang. Bagageruimte hebben we achter niet. Bagageruimte hebben we eigenlijk op de plek van de bijrijdersstoel. Dus zit je er alleen in, je gaat boodschappen doen, dan kun je daar alles neerzetten. En hier achter me hebben we ook een klein beetje ruimte. En als je nou pizzabezorger bent, of weet ik veel wat, dan kun je de cargo variant nemen. En dan heb je dus geen rechte stoel, maar er zit eigenlijk een hele grote box met allemaal vakken en laadjes en dingetjes. Het is hartstikke, hartstikke handig. Goed bedacht. Ik vroeg aan een techneut van Opel, maar kun je die er dan bijvoorbeeld ook thuis heel makkelijk uittrekken, die hele console, en dan even snel het stoeltje erin zetten, want dan is die dubbel inzetbaar. Nee, dat niet. Dat kan dan weer niet. Dat kan dan weer niet. Je krijgt overigens de BTW terug als je hem zakelijk rijdt. Uiteraard, hè, die cargo versie. Auto kost vanaf 8400 euro. Noem het gewoon een auto, want je rijdt tenslotte ook gewoon mee over de openbare weg. Je mag niet het fietspad op, tenzij daar een ontheffing voor is verleend op precies die plek. Autootje, 8400 euro dus. En dan mag je niet de snelweg op. Je mag ook niet de provinciale weg op. Maar alles wat verder overblijft, en het zijn duizenden kilometers aan asfalt en aan straatjes, daar mag je met deze auto rijden. En als je dan toch van het muziek bent, van het geluid bent, gewoon even kijken in de optielijst. Er staat namelijk een heel leuk, grappig JBL speakertje. Die past hierin. Die sluit je weer aan op jouw smartphone. En dan rij je er hip bij. In een Opel. Jawel, daar kwam die. Jullie zaten erop te wachten natuurlijk al die tijd. Want we zitten in een Opel. En de Opel is leuk aan het worden, jongens. Leuk, hè? Het design is aardig. Ze zijn innovatief. En nu dus deze. De Opel Rocks E.